Ja, we zijn in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. We hebben zo'n 160 collecties. Niet alleen van de geschiedenis van de fotografie, maar omdat fotografie altijd om echte beelden gaat. Het is een realistisch medium. Gaat het ook over de geschiedenis van Nederland. Dus we hebben ook de geschiedenis van Nederland in huis. Fotografie gaat natuurlijk gewoon over het leven. Hè? Over waar we met z'n allen mee bezig zijn. En je zou zeggen, leef dat leven. Maar je kunt ook kijken naar fotografen. Hè? Want fotografen hebben de eigenschap toch dingen te zien die wij als gewone stervelingen niet zien. Dat maakt fotografie tot zoiets moois. Namelijk dat we opmerkzaam worden gemaakt op iets wat wij zelf niet zien. En dat kun je hier zien in het museum.